age in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! Who you gonna call? Ghostbusters! Who you gonna call? Snoepjes al uitgedeeld? Kom op. Ik kan niet even kijken in uw zakje wat er nog in zit. Hele lege zaak. Zonde, bedankt. Maar hartstikke leuk, oké. Ja. Is het al niet een beetje laat voor jou? Moet je niet slapen? En wat kom jij dan doen hier nu? Lopen. En ben je ergens naar aan het kijken of? Halloween. Halloween. Ben je niet bang? Hallo, ik zag jou net bij de deur staan. Klopt dat? Ja. En wat gebeurde daar allemaal? Ik wou een snoepje, maar ik was te laat. En heb je nu geen snoepje gekregen? Nee. Ga je het nog een keer proberen bij een andere deur, hè? Ja. Nou, doe je best hoor, hè? Dag, heks. Ja, hallo. Hallo. Dit is? Ik ben Ingrid van Egmond en ik ben leidinggevende en aanspreekpunt van de AGG, van de activiteitengroep Groenhoord, die dit Halloweenfeest organiseert. Hoe vind je dat het tot nu toe gaat? Ik vind het tot nu toe heel goed gaan. Ja, het loopt op rolletjes. Er zijn wel wat aandachtspunten die je hier en daar hoort, maar die nemen we mee voor het volgend jaar. De trick and treat, hoe is dat gegaan langs de deuren? Het is goed gegaan. Er waren een aantal dingetjes waarvan ik denk, nou dat kan volgend jaar beter. Maar dat nemen we volgend jaar mee. En dan hopen we dat het volgend jaar helemaal goed komt. Dat het goed verloopt. Ik dacht dat de kinderen altijd liedjes moesten zingen als ze aanbelden. Nou, ik weet daar zelf eigenlijk niet veel van. Maar normaal gesproken is het zo met Halloween. Dan gaan ze natuurlijk eigenlijk langs de deuren. En daar kunnen ze snoepjes krijgen. De wijk Groenhoord bestaat merendeels uit flats. Dus we hebben zoiets een combi gemaakt. We hebben een terrein ingericht waar het Halloweenfeest dan zich plaatsvindt. En dan door de lampionoptocht maken we een aantal stops. En dan spreken we de bewoners aan of zij mee willen doen om snoepjes uit te delen. Die verzorgen wij van de activiteitengroep Groenhoord. En dan als de band langskomt met de lampionnetjes, met de kinderen, dan kunnen ze snoepjes uitdelen. Er was wel heel veel interesse voor, hè? Er was heel veel interesse. En ik heb al gehoord dat het dit jaar drukker was dan vorig jaar. Dus ik ben bang dat we volgend jaar nog meer kaartjes moeten gaan uitdelen en nog meer snoep moeten gaan instaan. Om toch de kinderen zoveel mogelijk voorzien van een zakje snoep. Er doen ook heel veel vrijwilligers aan mee. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, onze eigen activiteitengroep bestaat uit 7 man.
Maar ja, de ene die kan daar veel meer tijd in besteden als de ander. Dus we moeten dat een beetje gaan verdelen. En daarbuiten vragen we altijd nog wel wat andere vrijwilligers of andere bewoners die op bepaalde plekken willen gaan staan. Want ja, zonder vrijwilligers dan wordt het heel moeilijk om een activiteit te organiseren. Ja, zeker als deze is een grote activiteit, een van de grootste activiteiten. En dan heb je best wel genoeg vrijwilligers nodig. Het is een hele organisatie. Hoe lang van tevoren beginnen jullie daarmee? Nou, het is nu voor de derde keer dan, dus je hebt al eigenlijk een beetje een draaiboek liggen. Maar ik ben toch wel een week of 4, 5 al bezig met bepaalde voorbereidingen en dingen vastleggen. En dan op het laatst is het vaak de puntjes op de i zetten, zoals ze dat altijd noemen. Maar je bent er niet zomaar 1, 2, 3 mee klaar. Je moet wel van tevoren een goede voorbereiding hebben. Ja. Oké, okay, nou, we gaan weer verder kijken naar alle heksen en spoken die hier rondlopen. Dankjewel voor even je korte interview en even je korte tijd die je eraan besteedt. Oké. Okay. En succes. Ja, dankjewel. Oké. Okay. Hallo. Snoepjes gooien, hè? Ja, het is heel droog. Ik vind droog niet zo leuk. Zo groei is zo al de kind weg. Ik is niet een kindperson. Komen er nog meer kinderen langs bij u? Nee, ik heb geen snoep. Moesten ze geen liedjes zingen? In mijn land, die moet liedjes zingen. In deze land? Ik hoor helemaal niks. Niks, ik vind het jammer. Heel jammer. Jij vindt het jammer? Ja, wij twee vinden het jammer. Gaan we snel bij de volgende kijken. Ja, doe. Geef mij een hand. Geef mij een hand, kom op. En bellen, zwaaien. En bellen. Leuk je masker. Bij u aan de deur is het rustig, hè? Ja, een beetje wel, ja. Nee, het is echt super druk hier. Wel gezellig, heel erg leuk. Ja. Is het de eerste keer dat u hier aan meedoet? Nee, we hebben volgens mij elk jaar wel eraan meegedaan. Dus we zijn het wel gewend. Dus ik heb altijd gehoord dat de kinderen eerst een liedje moeten zingen voordat ze snoepjes krijgen. Maar volgens mij is dat hier helemaal niet de bedoeling. Nee, dat doen ze niet. Ze rennen allemaal gewoon naar binnen. Ja, ja joh, maakt ook niet uit. Als ze de snoepjes maar krijgen. Daarom. Oké, nou succes nog verder, hè. Dank u wel. Den Herder, zeg ik het goed? U zegt het goed. Goedenavond. Goedenavond. Ik heb vernomen, jij bent ook een lid van de organisatie. Dat klopt inderdaad. We staan uit 7 man. Ik ben daar 1 van inderdaad. En ik regel het financiële gebeuren. Vandaag ben ik de chauffeuse geweest. En een beetje decoratie aangebracht. En zo heeft ieder vaak zijn eigen taak ongeveer. En zo hopen we vaak dat het een beetje op rolletjes loopt. Dat het niet chaotisch wordt. Want als je een beetje een strak schema hebt, dan komt het vaak wel op tijd klaar. Dit keer waren we vrij op tijd. We liepen echt ruim op schema. Dus het was echt super vandaag. En de opkomst, helemaal fantastisch. Echt, er zijn een hoop mensen. Er zijn heel hoop mensen. Wat u zegt, jong, oud. En het is echt super. Ja. Hoe gaat dat nou in zo'n organisatie als je zeg maar, mensen mee wil laten doen aan snoepjes aan de deur? Kunnen die mensen zichzelf opgeven? Of? Wij zijn 2 weken van tevoren bij de nieuwbouwen langs de deuren gegaan. Dat zijn de laagbouwwoningen. En hebben we gewoon aangebeld, gezegd dat we van de AGG zijn en gevraagd of ze mee wilden doen. En de ene kon wel, de ander kon niet. En dan zorgen wij voor de snoepjes en die geven we een paar dagen van tevoren, brengen we die langs. En dan kunnen de kinderen langs. Ik zie een hoop heksen en spoken en allerlei andere vreemde gedaantes hier lopen. Ja, klopt. Iedereen wat geks. We hebben ook iemand die heeft ons gesminkt.
En ja, wat je wil, de ene wil een heks zijn en de ander die gaat als bruid. Helemaal onder het bloed, scary. Ja, van alles wat. Ja. Nou oké, okay, we gaan eens even verder kijken. Ik zou zeggen, dankjewel. Geen dank. Fijne avond. Wel goed, hè? Ze gaan hartstikke goed. Ze ook dropsmaak. Lekker Halloween kleurtje, grijzig met een beetje zwart. En we proberen... Oh, ik dacht dat ze wit waren. Ja, ze zijn een beetje grijzig. Het zou eigenlijk zwart moeten zijn, maar dat blijft dan 3 dagen in je mond zitten. En dan ben je 3 dagen zwart en dat was niet de bedoeling. Dus dat hebben we dan maar niet gedaan. Hoe ga je vanavond naar bed als een suikerspin? Nee, ik ga echt eerst douchen hoor. Maar ja... Het is wel onwijs leuk om te doen. Het is super grappig. De kinderen zijn heel tevreden. Het is echt gewoon helemaal leuk dit. Het is echt fantastisch om te doen. Waarom zie jij er zo eng uit? Omdat het Halloween is. Omdat het Halloween is. Vind je het leuk Halloween? Ja. Waarom vind je het leuk? Gewoon omdat het dan allemaal griezelige dingen komt. Oh, jij houdt van griezelige dingen? Ja. Niet bang ervoor, hè? Nee. Ben je al in die grote tent geweest? Ja. En? Wel een beetje heel erg bang. Heel erg, klein beetje. Heel erg. Anoushka, goedenavond. Goedenavond. Je hebt het druk in je zombie tent. Nogal, hè? Ja, ja. Zeker. Ja, achter ze doen... door. Ze doen zo goed mee. Ze doen lekker door, mee. Door, hè? Door, hè? Ja. Ja. Veel belangstelling voor? Heel veel. Heel leuk. Je ziet, in eerste instantie staan er 2 kinderen en het loopt door en door. Iedereen wil verder, dus het gaat constant door eigenlijk. Ze proberen ook allemaal echt een goede zombie te zijn, hè? Heel goed, hè? Ze leven zich helemaal in, dus heel leuk. Ja. Je gaat de hele avond door nog? Nou, eigenlijk zou ik nu stoppen, maar ik kijk even of er nog kinderen komen. Maar, want het loopt gewoon goed. En tussendoor heb je even pauze en dan... Ik zie je zo leuk met de kinderen in de weer. Volgens mij is dat je beroep. Ja, dat klopt. Ik ben dansdocent van beroep. Ja. Dus ik word momenteel ingezet op dit soort festiviteiten. En ik geef naschoolse activiteiten op scholen. Brede scholen in Schiedam. En ik heb een tijdje in Buurthuis Zuid les gegeven. Dus in Schiedam ben ik daarmee bezig, ja, klopt. Dan voornamelijk met kinderen? Ja, eigenlijk voornamelijk met kinderen. Ik heb wel ook aan volwassenen les gegeven en ik kan dat ook zeg maar doen. Maar hier in Schiedam is het voornamelijk eigenlijk kinderen. Zie je wel hoor. Even naar deze dame, want deze dame staat te trillen van angst, hè? Ja. Wat ga je doen? Weet ik niet. Aan mijn vriendin's hand aanknijpen. Ga je spoken? Ja. Nou, ik ben benieuwd hoor. Ja. Je ziet er wit van. Ja. Vond je het eng? Ja. Waarom vond je het eng? Die groene heks. Wat was er met die groene heks? Ze blijft achter je aan, strekt aan alles. Vond je niet prettig? Nee, helemaal niet. Okay. Jij bent ook in de tent geweest. Ja. En vertel. Het was heel eng en griezelig. Mensen raken me aan. En waarom vond je het griezelig?
ze zitten aan mijn tong en ze houden mijn benen vast en mijn handen en ze trekken me uit. Oh, je bent gelukkig nog wel helemaal heel huids uit de tent gekomen. Ja. Gelukkig. Ga je nog een keer? Nee. Kijk achter je. You are the queen of Halloween. Of course I am. What would you think? It's me, look at me. Je ziet er mooi uit. Dankjewel. Puur zelfvertrouwen, hè? En dat is, laten we zeggen, een goede heks. Een vee eigenlijk meer. Nou, een goede peter moet ik zo zeggen. Dus ik had in twee ook door het spookhuis geleid. En dat ze allebei heel erg eng vonden. Maar ook met dank aan Richard, die heeft iedereen een beetje tegengehouden. Dus dat was wel heel erg leuk. Vond je er zelf van? Ik vond het eigenlijk best wel heel erg eng, maar het is wel waard. Beetje scary. Very scary, but it's worth it.